Ja, goedemiddag allemaal. Fantastisch om hier te zijn, op deze prachtige locatie. Ja, ook geen betere locatie, denk ik, te verzinnen voor een thema als lokaal en gezond. Mijn naam is Bianca Harms. Ik ben lector Transformational Media bij NL Stender Hogeschool. Dat is ook een van de partners in het Veggie Lab project. En ik ben samen met Annelies Breijker uitgenodigd om iets te vertellen over een onderzoek waar wij mee bezig zijn. Die gericht is op het voedingspatroon van de Noord-Nederlanders. Dus van de Drenten, de Groningers en de Friezen. Zelf zal ik maar een hele korte introductie geven, want ik wil zo snel mogelijk de microfoon aan Annelies geven. Zij is projectleider van dit onderzoek en ze heeft zich helemaal vastgebeten in deze drie onderwerpen. We nemen jullie vandaag mee, heel kort, in ja, hoe is het nou eigenlijk gesteld met het voedingspatroon en het voedingsconsumptiegedrag van die Noord-Nederlanders. En ook welke factoren zijn nou van invloed op dit consumptiegedrag. En daarnaast geven we ook wat inzichten in ja, wat kunnen we nou doen om dat gedrag een beetje positief te beïnvloeden. Dus welke interventies zijn er mogelijk? En als we het hebben over interventies, dan kijken wij vooral naar de rol van media en communicatie in het veranderen van gedrag. Want we weten uit zowel de praktijk als de wetenschap dat communicatie echt een sleutelrol kan vervullen in die transitie naar duurzamer en gezonder gedrag. Het is complex, maar het is wel een hele goede methode. En dat is ook wat wij doen binnen ons lectoraat. Een belangrijk thema van ons lectoraat is Transformational Media. Is hoe kun je nu eigenlijk communicatie inzetten om een positieve impact te maken. En daarmee maken we ook gebruik van bijvoorbeeld allerlei marketing, kennis, strategieën, tactieken. Die jarenlang gebruikt zijn om die consumptie aan te jagen, om die groei aan te jagen. En wij willen zo graag onderzoeken en leren hoe we die tactieken kunnen gebruiken om de wereld een beetje mooier te maken. Dat doen we niet alleen binnen de voedingscontext. Bijvoorbeeld ook hebben we onlangs project afgerond om te kijken hoe we ook media in kunnen zetten om tieners minder te laten vapen. Dat is ook een groot probleem. Of hoe we kunnen zorgen dat mensen hun medicijnresten terugbrengen naar de apotheek in plaats van doorspoelen of weggooien. Ook een groot probleem. Gedragsverandering is een trending topic en dat moet ook, want we staan voor echt enorme uitdagingen. En bijna dagelijks worden we geconfronteerd met allerlei feiten, allerlei rapporten over hoe slecht het is gesteld met onze wereld. Dit is een afbeelding uit het meest recente IPCC-rapport, verscheen in maart. En ik zal jullie niet vermoeien met een totale samenvatting, maar heel plat gezegd, als we niks doen, dus als we doorgaan met wat we altijd al deden, dan is die gevreesde opwarming van de aarde van 1,5 graad al binnen 6 jaar een feit. En wij met onze consumptiegedrag, voedingsconsumptie en productie zijn voor 20-30% verantwoordelijk voor die opwarming. En dat is zorgwekkend. En we maken ons daar ook heel erg zorgen over. Als je kijkt naar recente onderzoeken zie je ook dat ongeveer 75% van de Nederlandse bevolking zich heel erg zorgen maakt over dat klimaat. Maar dat vertaalt zich nog niet naar massaal verandering van gedrag. Ja, en waarom is die verandering van consumptiegedrag zo belangrijk? Waarom moeten we nou gezonder en duurzamer gaan eten? Daar zijn heel veel redenen voor. Erika heeft al heel veel verteld. We gaan nog veel meer leren over de consequenties van gezond en duurzaam voedingsgedrag. Nou, hier heb ik drie redenen opgezet. Nou, allereerst, de milieu-impact van gezonde voeding is lager dan van ongezonde voeding. Ongezonde voeding heeft een veel grotere voetafdruk. En daarnaast zien we ook in onze westerse samenleving dat de gezondheidsrisico's van ongezonde voeding enorm zijn. Er zijn allerlei voedselgerelateerde gezondheidsproblemen die weer leiden tot enorme zorgkosten. Nou, en van de positieve kant we zien, gezonde voeding levert heel veel op. Levert hogere productiviteit op de werkvloer en levert ook betere prestaties op in het onderwijs. Dus er zijn allerlei redenen om te zorgen dat we
almas toegaan naar het gezonde en duurzame voedingsgedrag. Nou, dat was mijn stukje. Het wordt een analyse, want die gaat vertellen hoe het zit hier in Noord-Nederland. Yes, dankjewel. Ja, zoals Bianca al zei, geloven wij dus dat communicatie en media dus een positief effect kunnen hebben op de keuzes die mensen maken. En daarom hebben wij ons in dit onderzoek ook gericht op de volgende vraag. En dat is: welke communicatie- en media-interventies zijn behulpzaam bij het stimuleren van gezonder en duurzamer voedingsgedrag van consumenten? En dan in het bijzonder consumenten in Noord-Nederland. Nou ja, voordat je deze vraag kunt beantwoorden, moet je natuurlijk eerst heel veel dingen daar die daarachter zitten onderzoeken. Dus het proces van dit project ziet er een beetje zo uit. We zijn gestart met een uitgebreid literatuuronderzoek naar gedragsdeterminanten. Hebben gekeken naar mogelijke interventies en ook gekeken naar hoe doen andere landen dat nou eigenlijk als het gaat om het stimuleren van gezond en duurzaam gedrag, voedingsgedrag. Op dit moment zijn we bezig met het afronden van een kwantitatief onderzoek onder 600 Noord-Nederlanders. En we hebben gevraagd naar biologisch voedingsgedrag, naar de consumptie van groente en fruit, om ook te achterhalen van hoe gezond eten ze nou eigenlijk. En we hebben ook gevraagd wat zij vonden van het aanbod van gezonde voeding in zorg, onderwijs en op het werk. En ook in sportkantines. De volgende stap is dat we ook daadwerkelijk interventies gaan ontwikkelen, of dat onze studenten dat gaan doen en ook testen in verschillende contexten en bij verschillende doelgroepen. Maar eerst even de stand van zaken. Dus wat vindt Noord-Nederland op dit moment? Wat doen ze? Wat denken ze? We hebben eerst maar eens gevraagd naar welke elementen zijn nou eigenlijk belangrijk als het gaat om het aankopen van voedsel. Om ze even een goede start te maken. En wat we zien is dat eigenlijk voor alle geslachten, alle leeftijdsgroepen, alle provincies en alle opleidingsniveaus deze top 3 terugkomt. En dat is dat voedsel betaalbaar, veilig en gezond moet zijn. En vooral dat stukje gezondheid en veiligheid zijn natuurlijk al hele mooie uitkomsten. Dus kennelijk is Noord-Nederland daar wel mee bezig als het gaat om het aankopen van voedsel. Maar er is natuurlijk wel iets anders tussen iets zeggen of denken en iets doen. Dus toen dachten wij, dan moeten we ook weten, hoe gezond eten ze dan eigenlijk? Dus we hebben gevraagd naar de consumptie van groente en fruit. En eigenlijk zien we dat fruit wel elke dag gegeten wordt door de Noord-Nederlanders. Maar dat groente door de meerderheid slechts 3 tot 5 dagen in de week gegeten wordt. En dat is best weinig en is dus ook niet de hoeveelheid die het advies wat door het voedingscentrum wordt gegeven. Nou kan er natuurlijk ook nog verschil zitten in hoeveel je dan eet en dat hebben we ook gevraagd. En dan zien we eigenlijk een beetje hetzelfde. Dus mensen eten wel 2 stuks fruit op een dag. Maar we zien dat eigenlijk vooral de groente, dat het heel erg tegenvalt. Dus de aanbevolen hoeveelheid is 5 opscheplepels of meer. En eigenlijk doet bijna niemand dat. Dus daar is echt nog wel wat winst te behalen. We hebben ook gevraagd naar wat het koopgedrag is als het gaat om biologische voeding. En dan zien we het volgende resultaat. We zien dat het grootste gedeelte van de respondenten hebben, die kopen soms biologische voedselproducten. Maar helaas zien we ook dat er best nog wel een groot deel is dat zelden tot nooit biologische voedselproducten koopt. En een klein deel gelukkig ook, vaak tot altijd. En dat willen we natuurlijk ook anders zien. Dus dat is ook een beetje de uitdaging, denk ik, die we hebben. En dan kunnen we natuurlijk ook nog kijken, wat is dan de intentie van mensen om die producten te kopen? Want het kan wel zijn dat ze het niet doen, maar misschien willen ze het wel graag. En dan zien we eigenlijk dat de mensen die soms biologische producten kopen ook wel redelijk de intentie hebben om dat te doen. Dat zien we hier een beetje in het groen. Maar mensen die nooit biologische producten kopen, die zijn dat eigenlijk ook helemaal niet van plan. Het is een heel gek geluidje als je een presentatie aan het geven bent, maar goed. Dat aangelaten. Dus dit is een resultaat, dat willen we eigenlijk niet. Want we snappen best dat sommige mensen het niet kopen, maar we willen wel graag dat ze die intentie in ieder geval hebben. En dan kunnen we vanuit daar verder. Dus hoe kunnen we dat nou veranderen? Hoe gaan we van soms of van zelden of van nooit naar vaak of zelfs altijd?
Nou ja, en dan ga je dus kijken naar wat zit er nou achter dat gedrag of achter dat antwoord wat gegeven is. En dan kom je bij bijvoorbeeld de gedragsdeterminanten terecht. We hebben eerst dus naar de literatuur gekeken. En wat we dan zien is dat dit eigenlijk een paar belangrijke factoren zijn die dus ja, invloed hebben op het kopen of ja, op gezonde en duurzame voeding. En het gedrag van duurzame voeding. Gebrek aan kennis is heel belangrijk. En dan gaat het niet alleen om kennis van dat mensen weten dat bijvoorbeeld duurzame producten beter zijn voor het milieu. Maar ook heel veel mensen die weten niet waarom die prijs bijvoorbeeld hoger is. En ik denk ook dat het best wel bijzonder is om te weten dat heel veel mensen ook helemaal niet weten dat hun voedselgedrag, hun voedselconsumptie, best wel een grote invloed heeft op het milieu. Daarnaast hebben ze ook weinig kennis over certificering, dus hoe komt dat nou tot stand? En weten heel veel mensen niet hoe ze nou gezonde maaltijden moeten bereiden. Dus zelfs kennis daarover, daar is soms een gebrek aan. Sociaal-culturele factoren zijn belangrijk, zoals sociaal-demografische factoren, maar ook ja, wat doen mensen in je omgeving eigenlijk? Is het geaccepteerd om gezond te eten of juist niet? Gebrek aan vertrouwen, en dan gaat het vooral om bijvoorbeeld biologische certificering, dat mensen niet helemaal vertrouwen of dat dan ook wel echt beter is, of hoe goed dat is. En we zien gezondheidsbewustzijn en milieubewustzijn vaak terugkomen. Nou, dat zijn misschien een beetje inkoppertjes, maar mensen die zichzelf zien als gezond of milieubewust, die zijn ook eerder geneigd om gezonde en duurzame voedselproducten te kopen. Wat ook wel interessant is, is dat mensen een gevoel van controle willen hebben. Dus mensen houden er niet zo van als het ze opgedrongen wordt. Ze willen wel het idee hebben dat ze dus zelf ja, de macht hebben of de controle hebben over de producten die ze kopen. Nou, dit dus uit de literatuur, maar komt dat dan ook terug in het onderzoek wat wij hebben gedaan? Dus hebben we eerst maar eens naar de motivaties gevraagd voor het kopen van biologische producten. Dus wat zou je motiveren om biologische producten te kopen? Nou, dan zien we eigenlijk ook dat gezondheid heel belangrijk is. Daarnaast ook het milieu, het klimaat en dierenwelzijn. Eigenlijk zijn dat de drie belangrijkste. Als mensen andere redenen geven, dan zeggen ze, hebben ze toch vaak over de prijs, ja, dat het goedkoper zou moeten. Maar ook mensen die bijvoorbeeld zelf groenten kweken. En dat is ook een antwoord wat we nou, nog redelijk vaak terug zagen komen. We hebben ook gevraagd naar barrières. Dus wat zijn nou barrières om biologische voedselproducten te kopen? Nou, en dan staat dus dat de producten te duur zijn eigenlijk met stip bovenaan. Maar als we dan kijken naar wat er op nummer 2 staat, dan is dat misschien wel weer positief. Want mensen zeggen dan, ik heb eigenlijk geen reden om minder of geen biologische producten te kopen. Dus dat betekent misschien, mensen willen het wel, maar ja, het is te duur. En dat zien we ook weer terug in de andere redenen. Financieel weinig ruimte over bijvoorbeeld, maar ook dat mensen bang zijn dat er, als er meer biologisch geproduceerd wordt, dat er dan dat het ten koste zou gaan van de natuur. En daar zit misschien ook weer iets van het kennisaspect in. Dus dat, ja, daar zouden we iets mee kunnen. We hebben ook dan de mensen gevraagd van, nou, wat zouden nou oplossingen zijn? Of wat zou je misschien over de streep trekken? En dan is het wel interessant om te zien dat mensen dus denken dat meer informatie over de prijs en hoe die prijs dan tot stand komt, dat ze misschien toch wel een soort, ja, beter gevoel zou geven over waarom die producten dan wat duurder zijn. Dus dat vonden wij wel een interessante uitkomst. En daarnaast zagen we ook wederom dus ja, een lagere prijs voor voedselproducten. Nou, daarnaast nog een paar andere zaken die een belangrijke samenhang lieten zien tussen met koopintentie van biologische voeding. En dat waren dus optimisme en ideeën over de gevolgen. Dus dat betekent eigenlijk als mensen het idee hadden dat het aankopen van biologische voedselproducten, dat ook positieve effecten heeft, dan zijn ze sneller geneigd om dat te doen. Mensen die meer kennis hebben over biologische voedselproducten zijn ook sneller geneigd om biologisch voedsel te kopen. En ook mensen die zichzelf als meer milieubewust en gezond zien, doen dat. Nou, dat zagen we in de literatuur ook terug, dus dat zijn eigenlijk, ja, daarmee bevestigen we eigenlijk wat we in de literatuur hebben gevonden. Maar prijs blijft dus een veelgenoemde factor. Wat zijn dan mogelijke interventies die we kunnen inzetten hiervoor?
In ieder geval is het al heel duidelijk dat we meer informatie kunnen geven over wat nou eigenlijk het effect is van voedselconsumptie op het milieu en ook bijvoorbeeld op dierenwelzijn. Maar we kunnen ook veel meer vertellen over hoe prijzen tot stand komen en kijken of we mensen op die manier beter kunnen informeren. Certificering, dus informatie daarover en informatie over hoe bereid je nou een gezonde en duurzame maaltijd, kunnen ook hele mooie oplossingen zijn. Nou, volgens mij hebben we daar hier ook al mooie voorbeelden van, dus ik denk dat wij al goed op weg zijn vandaag. Wat ook belangrijk is dus om die positieve effecten op zowel gezondheid als milieu te benadrukken. En daarnaast ook rekening te houden met de sociale omgeving van de mensen. En dan gaat het vooral om welke media kies je bijvoorbeeld. Probeer soms een beetje, moeten we ook proberen wat weg te blijven van de massamedia, omdat daar ook wel eens wat wantrouwen in zit. Maar probeer bijvoorbeeld bij jongeren wat meer met influencers te werken. Dus ga dicht bij de mensen zitten als het gaat om communicatie. En dat is eigenlijk ook heel belangrijk voor elke boodschap. Boodschap en kanalen moeten altijd worden aangesloten op de doelgroep. En daar is dus meer onderzoek voor nodig om te kijken welke doelgroep vraagt om welke aanpak. En dat is ook iets waar wij in het vervolg ook nog wel mee bezig zouden willen gaan. Maar er liggen nog een paar andere kansen, want we hebben ook nog gevraagd, wat vindt Noord-Nederland van het aanbod van groente en fruit in onderwijsinstellingen, zorginstellingen en bedrijfskantines? En dan zien we dus dat er maar weinig mensen zijn die vinden dat dat aanbod voldoende is. Dus ja, er zijn best ook wel wat mensen die zouden willen dat dat wat meer was, misschien. En bij zorginstellingen speelt het zelfs een rol in het kiezen voor een instelling. Dus als er meer gezond eten wordt aangeboden, dan zouden mensen ook eerder geneigd zijn om voor deze instelling te kiezen. Dus dit geeft ook aan dat we ook vanuit die instellingen kansen hebben om mensen te stimuleren om meer gezond en duurzaam te eten. Ja, uiteindelijk is denk ik tot nu toe een belangrijke conclusie van ons onderzoek dat we met het zaaien van kennis verandering kunnen oogsten. En ik denk dat deze bijeenkomst vandaag daar al een heel mooi voorbeeld van is. En we hopen dat we dat in de toekomst meer kunnen doen. Dus bedankt. Ja, dank je. Ik ben eigenlijk heel benieuwd of jullie ook iets hebben onderzocht naar de invloed van het politieke kader, het wettelijke kader. Want we hebben natuurlijk nu weer binnenkort nieuwe verkiezingen. En we moeten weer partijen gaan kiezen. En dit lijkt dan een beetje weer communicatie. We moeten een beetje proberen aan te zwengelen. Maar die politiek kan natuurlijk ook iets doen. Nu bijvoorbeeld subsidies te geven aan natuurlijke boeren. En dat te belasten juist bij vervuilende boeren. Hebben jullie daar ook iets op teruggekregen? Dat zou handig zijn als de politiek dit meer ook qua informatievoorziening bijvoorbeeld gaat aandrijven. Met Postbus 51 zaken of gewoon wetgeving in place brengen? Nou, we hebben dat in het onderzoek onder de Noord-Nederlandse bevolking niet per se teruggehoord. Dus ook niet in de open vragen hebben we dat niet heel erg gezien. Wel dat mensen vinden dat zij niet per se verantwoordelijk zijn voor het meer betalen voor dit soort producten. Dus dat zie je natuurlijk wel. En we zien wel, we hebben ook een best practices onderzoek gedaan. Ja, dat er ook in andere landen wel heel veel campagnes lopen en bewustwordingscampagnes ook voor gezonde en duurzame voeding. En daar zou Nederland wel een voorbeeld aan kunnen nemen. Maar niet vanuit het onderzoek onder de Noord-Nederlandse bevolking, nee. Okay. Nog een tweede vraag. Super interessant onderzoek. Dankjewel dat jullie dat hier mochten presenteren. Ik heb even een vraagje. Als je het hebt over gedragsverandering, dan spelen naast campagnes in de media ook de small wins een hele belangrijke rol. Dat heeft Katrien Termeer van de Wageningen Universiteit aangetoond, ook wetenschappelijk. En wat is een small win? Dat zijn kleine stapjes van mensen bijvoorbeeld in de buurt met een andere aanpak, die het op een andere manier doen. En dat inspireert andere mensen om ook hun gedrag te veranderen. En het is een soort bandwagon waar andere mensen zich dan ook weer bij aansluiten. Het is eigenlijk ook een beetje wat hier speelt, zeg maar, met jullie prachtige initiatief hier.
In hoeverre nemen jullie dat ook mee in het vervolg hiervan? Ik denk wel dat het heel interessant is om daarnaar te kijken. Want je ziet ook dat veel campagnes die worden ingezet ook heel lokaal zijn. Dus dat dat zeker belangrijk is. Ik denk ook omdat de sociale omgeving zo'n belangrijke rol speelt, dat we daar misschien ook dat daar de start ook ligt. Dus de volgende stap voor ons is ook om met de studenten te gaan kijken wat voor interventies kunnen we nou doen. Wel op het gebied van communicatie en media natuurlijk. En dan, dan zou het heel mooi zijn als we dat ook bij die small wins, zeg maar, dat we dat daar inzetten. Ja. Dus bedankt voor het inzicht. Ja. Dank jullie wel.